Goedemorgen mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Kiel Plak en vandaag ben ik in IKEA. Doe alvast een duimpje omhoog, want dan weten we dat, dat jullie dit leuk vinden. Dus de vlogs. Mijn haar ziet er een beetje niet uit. Kijk, het valt een beetje naar beneden. We zijn dus nu vandaag in IKEA omdat Romane allemaal spullen aan het kopen is voor de nieuwe appartement. En ja, dat ga je eigenlijk zien. Ik ga allemaal dingen in elkaar zetten en weet ik veel wat. We zijn daarachter. De moeder is er ook bij, dat is super gezellig. Ja, ik zou zeggen, let's go naar de video. Ik heb een rollcar dingetje en een moeder van Romaan. Dat zijn sloofjes, hier zo. We zijn gewoon sloofjes. Nu gaan we een klein... Is dat een tafeltje? Ah, lak op wielen. En dan een bruin. Wie moet tillen? Heel gezellig, ja. Waar ga ik op zetten? Hier? Dum. Niet op de spiegel? Nee, tuurlijk. Toch dan. En the strong guy. Let's go. Woo! Ja. Een koekenpan, ja. Weet je hoe moeilijk een koekenpan installeren is? Van moeilijker dan gewoon een pc, ik snap het niet. Oh, het lukt ook serieus niet, of wel? Nee, maar... Oh, hier wel. Shaquille is een... Koekenpan expert. Habitat. Een koekenpan? Ik had het niet zo moeilijk. Oh, huh? Oké. Als jij het doet, dan gaat het wel met je vrouw, hè? Maar keuken, snap je? Oh, de spier. Pannenkoekenpan. Pannenkoekenpan. Hij heeft net wel heel deze tafel van elkaar gezet, zo. Nou, dat moet je wel laten. Ja. Love you. Nou, hey mensen, ik heb de hele dag zitten klussen samen met Romane en de moeder. Ja, het is af, hier zo. Ja, je ziet het bed en Romane. Ja. Dat kastje in elkaar gezet en hier zie je zo mooi mij zo in de spiegel. Ja, hallo. Maar ik ga nog niet alles laten zien. Als je alles wilt zien, moet je even kijken op Romane de channel. De channel staat beneden, dus dan kan je daar allemaal checken hoe het is geworden. Er staat hier een mooie kast en een leuke, ik ga niks meer zeggen, nee, gewoon checken. It's perfect. Yes, als je dit een leuke video vond en als je wilt dat ik meer ga vloggen, druk dan even op het duimpje omhoog. En dan weet ik dat ook weer. Dus voor nu, tot de volgende keer. Peace. Ja.